Munro heeft ervoor gezorgd dat de aanpassingen die nodig waren om het steeds beter af te stemmen op de eindconsument, dat dat snel ging. En dat is wat de meeste ateliers, zeker als je naar Italië gaat kijken, missen. Het meest dankbare is om met die eindconsument bezig te zijn. De mannen die hier op bak komen kopen, die weten dat ze er goed uit gaan zien. Dat ze een bepaalde uitstraling hebben. Die uitstraling geeft een stukje zelfverzekerdheid met zich mee. Het is wel erg belangrijk dat die man zich gewoon super relaxed voelt in de outfit die we voor hem samenstellen. Dat hij een compliment uit zijn omgeving krijgt. Ja, dat is eigenlijk hetgeen waar je het bij vindt. Wie ben jij en wat hoort daarbij om jezelf nog meer jezelf te laten zijn? Het ultieme doel wat je een klant zou kunnen meegeven is als je een klant een klein beetje trotser kan laten voelen. Want uiteindelijk als je trots op jezelf bent, dan heb je pas echt iets bereikt. Ja, ik denk dat er binnen Munro heel veel kansen liggen om voor young professionals te groeien en zich te ontwikkelen. Van voor de winkel een stoepje moeten vegen, de dassen wegleggen, naar maatwerkspecialist worden. Als klein jongetje, als runner, met heel veel plezier mijn eerste pakken verkocht. Van confectie naar 100% maatwerk gaan, ja, dat zie ik als een uitdaging. Als een onderneming dat je de toekomst maakbaar kan maken. Want het is natuurlijk fantastisch om met een hoop ervaren mensen te mogen werken hier. Met elkaar maken we elkaar natuurlijk alleen maar sterker. Het allerbelangrijkste is waar we in geloven is dat je gewoon hier op de shopvloer met klanten aan de slag gaat en leert van je collega's.